Welkom weer bij TV Magazine. We zijn er weer. En deze week hebben we diverse onderwerpen weer uit Naarden en Bussum. Nou, we beginnen met een item van Andreas van der Schaaf. Hij was op bezoek in Blaricum en dat was een zeer kunstzinnige ochtend. Hij was bij Ewert Douwers en hij is van oorsprong een Bussumer. We zijn hier even bij Ewert Douwers. Nou, het is niet helemaal van hem. Hè? Want het is een combinatie vandaag in het prachtige Blaricum. Waar het trouwens ook de dag van het werkpaard is. Hè? Is dat vandaag? Ja, het is ook de dag van het werkpaard. 21 september. Dus het past precies bij jou. De dag van het werkpaard en Ewert Douwers. Je hebt ook de Dam tot Damloop. En de Dam tot Damloop. Vandaag. Dus gelukkig, daar kan ik helaas niet aan meedoen. Nee. Maar we hebben een heel mooi weekend hier. Het ziet er prachtig uit. En het is een heel goed initiatief om in een beetje huiselijke sfeer vijf eeuwen kunst te laten zien. Ja. Dus vandaar dat, dat wij met plezier hier staan. En hopen dat er vandaag veel klanten en prospective buyers komen. En maar zien. Ik neem aan, meestal Nederlanders, of krijgen we hier ook nog de odd foreigner? Nee, heel toevallig heb ik gisteren iets verkocht aan Schotse mensen. Zo. Die wonen weliswaar in Blaricum, maar leven zeg maar buiten het land. En die kwamen hier zomaar binnen en toen hebben ze een internationaal stuk, een Chinees stuk gekocht. Ja, maar voor weinig natuurlijk, want het waren Schotten. Hè? Die hebben enorm zitten pingelen. Ja, nou en of, wat dacht je? Ja. Ja, die kunnen alleen maar nu happy zijn achteraf dat de pond toch zeg maar zijn waarde heeft behouden. Ja. En dat ze zeg maar niet een enorme schuld meekrijgen van Engeland. Zeg, wat is hier een van je topstukken? Een van de topstukken is de mesdag, het schilderij wat hier dat hangt. Is het hier? Ja, dan gaan we die kant op. En heb je het mestals. Ja, mijn moeder, ik ben in Den Haag geboren, Ewert, als enige van de hele familie. Ja. Van honderden, misschien wel duizenden mensen. Dus, en mijn moeder woonde in tijd ook in Den Haag. Dat was natuurlijk mesdag voor haar. Ja, dat was het, hè? Ja. Het interessante is dat mesdag eigenlijk als bankier is begonnen in Groningen. Okay. En op een gegeven moment door zijn oom naar Scheveningen is gehaald. En daar was hij zo onder de indruk van de atmosfeer, van de zee, van de schilders. Dat hij op zijn 40ste pas is gaan schilderen. En dit schilderij heeft hij eigenlijk dus geschilderd toen hij 8 jaar bezig was. En als je dat allemaal zeg maar, bedenkt, dan is het werkelijk ongelooflijk wat deze man voor elkaar heeft gekregen. En daarmee was hij natuurlijk ook, laat ik zeggen, de beste schilder onder de bankiers. En de beste bankiers onder de schilders. Juist. Ik wou net zeggen niet te lang, want anders is de band vol. Maar ik kijk even naar de prijs, Ewert. Ja, dat is inderdaad het topstuk hier, neem ik aan. Ja, maar niet vanwege de prijs alleen. Nee, maar dit zijn zeg maar gewoon de Hollandse topstukken nog. En als dit bijvoorbeeld een Amerikaans schilderij zou zijn geweest, dan moet je een 0 achter die prijs zetten. Oké. Okay. Ja, zo moet je dat bekijken. En je kunt nog steeds heel goed investeren in deze kunst, gericht op de toekomst, over 5 à 10 jaar. Dit loopt nog steeds op. Ja, als je maar, zeg maar bij de goede zaken iets koopt. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Dus dat noem de mesdag is dus een van de topstukken. Ja. Maar als ik nou even hier kijk naar Jan Maartens de Jonge. Ja, dan heb je een stuk uit de 80e jaren. Ah. En dat zie je ook hier. Hè? Dus je moet je voorstellen dat toen werd er oorlog gevoerd tussen 9 en 12. Ja, zijn het 80 jaar? Je bedoelt de 80-jarige oorlog? 80-jarige oorlog. Ja, dat bedoel ik. Ja. 80-jarige oorlog. Ja, omdat we al over de 17e eeuw praten hier. Juist, oké, sorry. En toen werd er oorlog gevoerd, zeg maar tussen 9 en 12. Daarna gingen ze allemaal lunchen. En dan tussen 2 en 6 werd er weer doorgevochten. En dan zeg maar na 6 even niet. Zo werd er oorlog gevoerd. Kijk, als ik zoiets zie, nou ben ik natuurlijk maar een soort semi-kunstkenner, dan zeg ik meteen Frans Hals Museum. Maar dat komt omdat ik daar zo vaak gelopen heb. Ja. Maar dit is de... Dit is van Pieter Kolle. En dat is een man en een vrouw, een prachtig paar. In antieke lijsten nog, die heb ik er omheen gemaakt. Weet je de tijd van Frans Hals ook? Ja,
Frans Halstijd. Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja, ja. Je praat hier, ze zijn gedateerd, hè, 1634. Ja, want je denkt, die mensen die zijn hier een jaar of 50, maar die waren waarschijnlijk 25, of ja, niet? Ja. Ja. Ja, want ik denk dat mensen gemiddeld, als ze 50 jaar werden in die tijd, dan was dat al oud. Ja, precies. Nou, dit is toch een aantrekkelijk stukje. Kijk hier, deze is 18. He, dat kun je dubbel opvatten, een aantrekkelijk stukje. Een heel aantrekkelijk stukje. Ja, je moet even doordenken. En deze man is 24. Nee, zie je het? Ja. Ik wist het niet, maar ik raadde het. Ja. En hier komen we een beetje in mijn tijd, hè? Ja, absoluut. Ja. Tikkie. Kom je in de 16e eeuw terecht. Zie je het? Dat is ongeveer 1540. Ja. En dat is naar een voorbeeld uit de 15e eeuw. En dit is wel Vlaams primitief. Ja, 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 helemaal in de richting zeg maar, van het Van Eyck idee. Ja, dit is wel Van Eyck. Daar hebben ze ja. de datum van datgene wat ze zeg maar, op een gegeven moment hebben nageschilderd. Hebben ze erop staan, van 1443. Ja. Zo. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, zeker. Je zit wel een beetje in tegenlicht, maar ja, goed, nee, voor een man van jouw leeftijd is dat eigenlijk wel oké. Okay. Dan heb je geen... We schieten hier door de eeuwen heen. Ja. Nou, ja, Jan. Ineens bij Jan Sluiter. Jan Sluiter. Ja. Ja. Bedankt, hè. Nou, dat was een hoop kunst op de zondag. Nou vergeet ik toch wat te vragen, maar... wacht even, daar is hij. Evert. Ja. Nog eventjes. Ja, fijn dat ik je nog even tref, ja. Maar luister, wat ik helemaal vergeet... want hier is natuurlijk die prachtige verkoop tentoonstelling, om het maar zo te noemen. Hè. Zeker. Dat is geen vernissage, hè? Nee, geen vernissage. Het is een kunstsalon voor een heel weekend. Kunstsalon voor een heel weekend. Maar nou heb je natuurlijk ook nog de pan. De pan en de tefaf. Maar, absoluut. Maar ik moet altijd denken bij de pan en de tefaf. Als je een gevenstand van kunst hebt. Het is een huishoudelijke beurs of zo. Voor een coating van bakpannen. Nee, dat is helemaal niet. Nee, dat is pan helemaal en tefaf, weet je wel? Ja, also pan is Pictura Antiquaires Nationaal. Ah. En tefaf is de European Fine Art Fair. Dus het heeft alles met kunst te maken. Twee beurzen die onder andere zeg maar mijn vader mee heeft opgericht. En de pan is al in november. Die begint eigenlijk al 23 november tot 30 november. Dat meen je niet. Een hele belangrijke beurs. Maar je zegt even, door je vader al is opgericht? Ja, de pan is zeg maar in 1986 opgericht. Tefaf, die is normaal in maart. En dat heeft hij sinds 1975 mee opgericht. Kijk aan. Ja. Want jullie zitten al heel lang in de kunst, hè? Ja, wij zitten nu 244 jaar in de kunst. Zo. En ik ben de zesde generatie. Zo. Ja. En daar sta je ook op die beurs, neem ik aan. Ja, heel dik. Ja, inderdaad. Ja. Nee, dat vinden we veel te belangrijk om daar te zijn. Ik ben net bezig met een coro. Dus we doen echt 5 eeuwen schilderkunst. Ja, dat heeft ook iets heel fijns om te kunnen doen. Daar expertise in te hebben, weet je. Je krijgt veel mensen te zien, veel kunst. Het is best wel lastig, maar wij proberen met z'n allen een goed kunstpodium te houden. Zeg, en dan is hier, dat is een beetje kleinschalig, maar hier gaat toch nog wel weer eens wat gebeuren bij Studio 2000. Ja, in ons mooie gooi. Nou, we hebben zeg maar zo'n leuke respons gehad deze keer. Dat we tussen 18 en 21 december gaan we het opnieuw doen. De kunstsalon bij Studio 2000 in Blaricum. Dus dat is wel heel fijn. Nou, dan is het allemaal duidelijk. Ja. Zeg, dan ga ik met een kunsthart de toekomst in. Ja, geweldig. Ja. En ik hoop dat je ooit eens een keer ook nog een Douwers aan de muur krijgt. Nou, dat zou een helemaal... Echte Douwers. Nou, ja. Nou. Mooi, hè? Oké. En hier zit dan alle kunst in. Ja. Gewoon in de achterbak. Hier zit van alles in, inderdaad. Ja, precies. Ja, de kunst vliegt werkelijk de deur uit. Passeren we de rij over de weg. Ja. Neemt die ook nog op. Kijk, dat heb ik nodig.
Maar Frans Hals, Rembrandt, ik denk... Nou, bijna wel, hè? Van Gogh. Ja, het is gewoon Van Gogh geworden. Jeumes. Nou, dat duurt dat minstens... Ik dat nu in mijn hand juist, mag houden. Dat duurt minstens 5 tot 10 jaar voordat het officieel een Van Gogh wordt, natuurlijk, hè? Ja. Deze is een hele mooie 19e eeuwer. Oké. Okay. Ja, zeker. Aha. Nou. Dat kleintje heb je daar? Ja. Heel apart, want zo gaat het toch vaak met kunst... Kijk, het komt zelfs uit de honden. Uit de honden. Nou ja, uit de... Daar waar eens de herdershond zat, komt nu een heel mooi klein schilderij. Ja, we kunnen het helaas niet zien. Nee, we kunnen het niet zien. Nee, we kunnen het maar niet een heel zien. Mooi landschapje met figuren. Klein, maar fijn. Mooi. Ja. Nou, Wel, Bussum op IJs is weer een aantocht. Nou, daar kijken we met z'n allen naar uit. Het is een mooi evenement en dat wordt georganiseerd door wat enthousiaste mensen. En die zijn hier in de studio. Welkom. Wacht, ja. Jawel. Ja, Marijn, hè? Marijn ja. Schortinghuis en Jet Visser. Fischer. Goed zo. En jullie zijn erg actief met de voorbereidingen en het hele verloop van Bussum op IJs. Hoeveelste keer is het al? Het is de 8e keer dit jaar. En een succes. En een groot succes, absoluut. Ja. Dan vertel eens wat er allemaal bij komt kijken. Veel. Ja, dat dacht ik al. Ja, wij zitten in de organisatie en beginnen al een paar maanden vooraf bij elkaar te komen. En, na de zomer. Ja, na de zomer. Sponsoring. Dat is eigenlijk... Dat lijkt me best wel een hekelpunt. Want je moet maar zorgen dat het elk jaar weer voor elkaar komt. Hoe gaat het met het sponsoren? Ja, dat is inderdaad heel moeilijk. Maar we hebben daar Ellen Hazenberg uit ons team. Die is daar altijd ontzettend intensief mee bezig. En wat je ziet is dat ook de economische recessie ook Bussum heeft geraakt. Dus het is echt heel ingewikkeld. En ook mensen die het een aantal jaar hebben gedaan, die dan zeggen, ja, sorry, nu even niet. Maar we vinden toch ook altijd wel weer nieuwe mensen en nieuwe sponsors. En soms moet je ook gewoon een beetje geluk hebben en gaan. En we gaan gewoon heel mooi weer krijgen. En dan komen er zoveel mensen schaatsen. Ja. Ja, het is een fantastisch initiatief natuurlijk. Waar heel veel Bussumers ook naar uitkijken. En wanneer wordt er opgebouwd? Wij beginnen eigenlijk zondag al met het afzetten van het terrein. Dan komt maandag komen de eerste twee... units worden geplaatst en dan maandagavond is het terrein echt officieel van ons. En dan, Het terrein, dat zullen alle mensen wel weten, maar voor degenen die het nog niet weten, waar is dat precies? Het parkeerterrein voor het gemeentehuis in Bussum. En waarom zoeken jullie nou, een beetje naar verhouding klein terrein? Nou, het is best lastig om iets te vinden in Bussum wat centraal ligt en waar ruimte voor is en ook toestemming voor is. En geen andere verplichtingen opstaan. Want bijvoorbeeld de markt die is er gewoon het hele jaar door. Ja, klopt. Dus dat maakt dat het niet kan. Ja. En dit is wel een plek, ook de gemeente is natuurlijk onze grootste subsidiebron. Ja, begrijp ik. En dan is het ook wel extra leuk om het daar te zetten. En het is ook heel toegankelijk toch. Je komt van de verschillende kanten, als je Bussum komt inrijden en zie je het liggen. Ja, laten we eens gaan kijken naar de voorbereidingen van dit schaatsfestijn. Thank you.
Nou, en dan het schaatsenbussen. Voor wie is het met name bedoeld? Voor welke mensen? Welke doelgroep? Kinderen. Kinderen? Veel kinderen? Ja. Vertel eens, wat doen jullie voor de kinderen? Wat kunnen ze verwachten? Veel. We hebben natuurlijk gewoon het vrijschaatsen. We hebben kabouterschaatsen voor de echte kleintjes. We hebben ijshockey, curling, kinderpartijen kunnen gegeven worden. En de eerste twee weken van de ijsbaan is onder schooltijd. Okay. Komen eigenlijk alle scholen uit Naarden-Bussum, die komen schaatsen. Er zijn meer dan bijna 2900 kinderen die komen. 2900? Ja. Ja, dus echt een enorm in een behoefte. Ja. Ja, vroeger hadden we allemaal onze schaatsen in het vet staan op zolder, nu niet meer. En als je nu geen schaatsen hebt, hoe lossen jullie dat dan op? Dat hebben wij allemaal. Je kan bij ons met je eigen schaatsen komen, zolang het geen oren zijn. En wij hebben allemaal schaatsen ook in alle maten. Ja? De kleinste is 28 en hebben we ook nog de dubbele ijzers voor de allerkleinste. Ach, wat leuk allemaal. Zeg maar, die kleintjes die gaan met ouders schaatsen, denk ik. Of hebben jullie daar ook weer opvang voor? Ja, ouders. En we hebben zeehondjes. Een plastic zeehondje op het ijs waar ze achter kunnen. In plaats van de ouderwetse stoelen. En erop kunnen zitten. Ja. Oh, wat een feest. Ja, zeker. 2 jaar geleden zijn we gestart met het kabouterschaatsen. En dat is een uurtje op zaterdag en zondag. En dat is echt puur alleen voor kinderen tot en met 6 jaar. Okay. Zodat ze alle ruimte krijgen en niet bang hoeven te zijn voor oudere, grotere kinderen. En dan kunnen ze heerlijk lekker klungelen en krabbelen. Wat leuk. Dus er is voor elke doelgroep plaats en er is gewoon gelegenheid genoeg voor iedereen om aan bod te komen. Ja. Bijzonder goed. En wordt er ook nog gedacht aan de inwendige mens? Ja. We hebben Arjan Tering, die verzorgt de horeca. Hmm. Dit jaar heet het Café Schenk. Oh. En daar kun je terecht voor een variant van een broodje tot een warme maaltijd. En het is niet een sterrenrestaurant. Mm-hmm. Het is Hollandse pot. En, leuk. Het is dus ook meteen kaasfondue. Ja. Veel warme chocomel. Het is ook meteen een plek waar iedereen gewoon lekker kan vertoeven, begrijp Absoluut. Ik. Ja. En dan ga je schaatsen. Is het zo dat de ouders de kinderen droppen omdat ze dan zelf kunnen shoppen? Of hoe gaat dat hier in het gooien? Vaak gaan ouders... Het is ook gewoon een gezellig punt voor volwassenen om wat te drinken. Dus de ouders aan de borrel, kinderen op het ijs. Daarna met z'n allen wat eten. Mm-hmm. Dus het is ook wel iets wat gewoon met het hele gezin eigenlijk gebeurt. Behalve het team wat dit organiseert, hebben jullie denk ik ook heel veel vrijwilligers nodig. Hebben jullie die inmiddels ook al bij elkaar? Ja, die hebben we. We hebben gelukkig ook een groep van hele trouwe vrijwilligers. Mm-hmm. Sascha Kremers, die coördineert alle vrijwilligers. En die heeft er een aantal, maar die is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om shiftjes mee te draaien. En dan kun je kiezen uit schaatsen, uitdelen en inname, kassa, mensen die op het ijs staan. Die een soort ijsmeester noemen we dat, die dan een beetje beheert of kijkt of alles goed gaat. Dat er geen mutsen worden afgetrokken en of er hard wordt geschaatst of dat soort dingen. En een controleur bij de ingang voor de bandjes. Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. Ja, wat goed. Dat is een enorme verantwoordelijkheid ook. Hè? Want ik hoorde net dat aantal. Ik denk, zoals je dat allemaal moet handelen. Wanneer starten jullie? Vertel eens. Wanneer mogen de kinderen en ook volwassenen gaan beginnen? Nou, dan hebben we bij deze meteen een primeur. Oh ja, wat leuk. Want wij communiceren dat we zaterdag de 6e overgaan. Ja, maar wij hebben besloten om toch vrijdag 5 december al open te gaan. Zo. Dus dan kunnen alle kinderen nog even, de Goedheiligman komt. Oh ja, een soort verjaardagscadeautje, begrijp ik. Ja, niet de normale openingstijd, maar echt van 1 tot 6. Gewoon even toch alvast het ijs proeven. Leuk. Nou, er zullen ongetwijfeld ontzettend veel, met name kinderen, maar ook hun ouders en ook volwassenen hier naar uitkijken. Ze kunnen natuurlijk de bijzonderheden altijd vinden bij www.bussumopijs.nl. En jullie nog ontzettend veel sterkte en succes met alle voorbereidingen, want dat is een flinke klus. Thank you.
Op 26 november werd de herstelde lantaarnpaal van het Lomanplein weer op zijn oude plaats gezet. Op het P.J. Lomanplein stonden tot voor kort twee gemeentelijke monumenten, een lantaarnpaal en een bank. En beide zijn begin 1900 geschonken door de Bussumse bevolking aan burgemeester Zuchtel van der Haarlem. De lantaarn is de afgelopen jaren meermaals beschadigd en de bank beklad. En vorig jaar moest de lantaarn uit veiligheidsoverwegingen verwijderd worden. De Lions Club Godelinde Bussum en Gooiland die houden in december een actie voor de voedselbank. En ze roepen u op om de Douw Egberts-punten te verzamelen en deze in te leveren bij diverse supermarkten. De koffiebrander is ook bereid om de punten die binnenkomen te verzilveren en te verhogen met 15%. En waarom nu de voedselbank? Er zijn namelijk wel 600 mensen in het Gooi, afhankelijk van de voedselbank. En tegelijkertijd zijn er toch steeds wat minder bedrijven die bereid zijn om het te schenken. Bussum vooral last van woninginbraken. Daarnaast vormen van diefstal, winkeldiefstal en diefstal uit auto's. En we hebben ook wel last van berovingen. 7% van de Bussumers neemt deel aan Burgernet. Dat willen we graag vergroten. Het is een instrument in handen van Bussumers, van bewoners van buurten en wijken, om alert te zijn en de politie te helpen om verdachte of vermiste personen sneller op te sporen. Er is een incident waarbij de beslissing wordt genomen, dit is wat voor Burgernet. En dan wordt via de meldkamer van de politie een bericht verstuurd. Dat kan via de telefoon. Dat zou een sms kunnen zijn, maar dat kan ook een gesproken tekstbericht zijn. En ja, nou, toeval bestaat niet. Wordt de probleemstelling neergelegd, de zoekvraag. Wij zoeken naar, of kunt u uitkijken naar. En daar staat een telefoonnummer bij wat gebeld kan worden op het moment als hetgeen wat er gevraagd wordt ook gesignaleerd wordt door mensen die zijn aangesloten. Hoe meer mensen er aangesloten zijn bij Burgernet, hoe groter het resultaat zal zijn. Ik was heel erg druk bezig, ik kent dat wel. En op een gegeven moment zag ik dus dat de voordeur open stond. De tweeling was verdwenen. En toen is er burgernetmeldingen uitgegaan dat de tweeling verdwenen was. En het duurt voor je gevoel heel erg lang, maar 30 minuten later kwam er dus een boa met de tweeling aan hun hand. En ik heb natuurlijk gevraagd waar waren ze. En het bleek dat ze dus in een achtertuin aan het spelen waren, drie straten verderop. En ja, ik ben dus heel erg blij met Burgernet, want zelf had ik ze natuurlijk daar niet gevonden. Ik
Burgernet is in mijn ogen een fantastisch initiatief waar eigenlijk iedereen die hier woont aan mee zou moeten doen. Ik heb altijd voortreffelijke ervaring als het gaat om samenwerking met burgers. Dat zijn in feite de beste bronnen die je kan hebben. Burgers die willen zelf geen slachtoffer worden van een misdrijf. En als een ander dat toevallig wel is geworden, willen ze altijd behulpzaam zijn om dat op te lossen. En ja, burgers zijn in feite de ogen en oren van de politie, de extra ogen en oren. Maar vaak was het moeilijk om ze te bereiken, om te weten waar zitten ze. En met Burgernet is dat natuurlijk echt 10 keer makkelijker geworden. Ik vind het jammer dat dat al niet een paar jaar eerder is uitgevonden. Het belang van Burgernet is dat het bijdraagt aan de veiligheid van de inwoners van Bussum. Het is een prioriteit om daarop in te zetten. En dat kunnen we alleen als de inwoners van Bussum ons daarbij helpen. Politie en gemeente kunnen het niet alleen. We hebben de hulp van iedereen nodig. Dit was dan weer TV Magazine en we zijn er natuurlijk ook weer de volgende week. En dan met het programma In Derde Termijn.